uitleg geven over het maken van zo'n icoon. Hier hebben we een echt icoon. Een icoon, echt icoon, dat is een plankje hout en er wordt uitgehold en er wordt ingericht met 12 laagjes gebaseerd op de 12 apostelen. Met linnen in huis. Dit is een smederheilig, die wordt ook uitgehold. Hier zitten hooguit 4-5 laagjes bij betrokken. Dus hooguit 4-5 apostelen. Ik mag graag werken met perspectief en diepte. Zoals een juwelier, die etaleert zijn gouden juwelen altijd op zwart fluweel. En waarom doet hij dat? Hij doet dat omdat zwart fluweel absorbeert licht. En goud reflecteert enorm. Die tegenstelling zorgt dat het goud helemaal vrij komt van de achtergrond. Nou, hier gebruik ik heel oud hout voor. Dat door de leeftijd wordt het poreus en het gaat licht absorberen. Het icoontje is hard gesloten materiaal en dat weerkaatst licht en dat komt optisch naar voren. Dus materiaalverschillen, dus daarmee dat het ook los komt van de achtergrond. En je krijgt dus een soort trompe-l'oeil effect. Het zit er een ooghoogte in en een ware grootte. En je hebt een haartje waaruit het uit de kast komt. Je ziet hier dat ik ben bezig ben met een hond. Hij ligt dus op ware grootte erin. Want dit suggereert een ruimte, een kast die reëel is. Dat herkennen we ook als een kastje. De hond ligt op ooghoogte erin, dat klopt ook, en een ware grootte. Dus, en dan wordt hij dus, de icoon is klaar, die zit hierachter, en nu wordt hij geschilderd. Hier zit een kalfje in een kast. Niet in een kist, maar hij staat open. Hij staat bij een boerenpakje zooi op ooghoogte. En er wordt met een speciale camera een foto genomen. Er wordt een schabloon gemaakt, wordt uitgekapt. En dan wordt een icoon gemaakt. En zoals je ziet, hij komt als het ware echt uit. Hij kan haast uit mijn hand eten. Axel. Axel is de kat van de buren, een brutale rakker, u ziet het. Hij vecht regelmatig met andere katten en liep aan zijn bekje. En hij is ook niet bang voor honden. De laatste jaren lag hij midden op straat en je kon met een auto overheen rijden, maar meneer ging niet aan de kant. Hij is voor niks en niemand bang en de honden zijn wel bang voor hem. Hij leeft er niet meer, hij is in ouderdom gestorven en hier nog het aandenken van Axel, onze buurtkat. Hier een eeltje uit Hampshire. Er is een opdracht gemaakt. Dit is trouwens een reproductie van. Het origineel hangt in Engeland. Het was een opdracht voor een zakenman en die voor zijn vrouw het eeltje heeft laten schilderen. Toen het eeltje klaar was, is het hele familie op de kosten van de zakenman hierheen gekomen om het eeltje op het originele eeltje als verrassing op te halen.